titel zegt het al. De film over brand en brandweer. Er is een heel oud gezegde wat beweert dat elke brandweerman in zijn hart een pyromaan is. En iemand die bij de brandweer betrokken is, daarvan zich nooit meer kan losmaken. Dat blijkt wel uit het feit dat er diverse malen onderscheidingen worden uitgereikt aan mensen die 25, 30, 35 en zelfs 40 jaar trouwe dienst bij de brandweer hebben bedreven. Zoals ook op deze avond gebeurt, waar afscheid genomen wordt van mensen die dus lange tijd bij de brandweer dienst hebben gedaan. Hier ziet u een uitreiking van diploma's. Elke brandweerman moet bepaalde cursussen volgen, waarmee hij 26 avonden per jaar bezig is om of tweede klas, of eerste klas, of chauffeur-pompbediener, zoals deze man hier, die de apparatuur mag en kan bedienen van de brandweer, of zelfs persluchtdragers. De brandweerwedstrijden, een materie op zichzelf. Elk jaar worden provinciale wedstrijden gehouden. De eerste en tweede prijswinnaars van de provinciale wedstrijden mogen naar de landelijke wedstrijden. Lochem was een van de gelukkigen die dit jaar naar de landelijke wedstrijd in Hardenberg werd afgevaardigd, omdat zij een tweede prijs hadden gehaald in de provinciale wedstrijden. Hier ziet u dan de ploeg aankomen in Hardenberg, zich voorbereiden op de wedstrijd. Een wedstrijd die een opdracht inhoudt, zonder dat zij weten wat die opdracht dus behelst. Het hangt dus voor een groot deel van de bevelvoerder af, die u hier bezig ziet om het briefje door te lezen, die met zijn ploeg bespreekt wat het aanvalsplan zal zijn, en de beoordeling van de jury zal aan het einde van de middag uitwijzen of zij het goed gedaan hebben of fout gedaan hebben. Ze dienen aan de start te verschijnen, ze dienen zich te melden, ze krijgen hun instructie daar nogmaals en dan is het aan de jury om te beoordelen wat het eindresultaat zal zijn. Fouten worden natuurlijk gemaakt. Dat is een ding wat zeker is. En elke ploeg heeft zijn eigen inzet. Elke ploeg heeft zijn eigen waardering. Kijk, de gevaarlijke objecten, zoals bijvoorbeeld een gasfles, moet dus verwijderd worden. Er is geen werkelijke brand in dit huis, maar iedereen moet dus nu komedie kunnen spelen. En dat is iets wat van een brandweerman dan ook nog verlangd wordt. En de jury mag schrijven wat er goed en wat er fout gedaan is. Het oprollen van de slangen. De aanval gebeurt met dubbel opgerolde slangen. En na de brand worden de slangen, zoals u ziet, enkel opgerold om gereinigd te kunnen worden na de tijd. De strijd is gestreden. De jury geeft cijfers en al deze cijfers worden bij elkaar geteld door de rekenkamer. En aan het einde van de middag dan zal wel blijken wie als eerste en als tweede en als derde uit de bus komt. Maar op zichzelf is dat niet zo belangrijk. Het belangrijkste is dat men meedoet aan de wedstrijden, dat men bezig is met brandweeraangelegenheden. Want daarvoor zijn ze in wezen naar Hardenberg gekomen. Hebben ze avonden geoefend om dit te kunnen bereiken en hebben ze zich zeer veel opofferingen getroost om dit mee te kunnen maken. De tijd die deze jongens hier aan gegeven hebben, die is niet te berekenen. Na afloop werd er in Hardenberg een défilé gehouden
voor alle brandweerkorpsen en zelfs dus korpsen die dus een oude wagen meegenomen hadden. En met veel lawaai van sirenes en toeters trekt men door Hardenberg en met muziekkorpsen, waarbij blijkt dat er niet alleen rode, maar ook gele brandweerwagens bestaan, om eens een keer een andere kleur aan een brandweerwagen te geven. Of dit van blijvende aard is, dat zal de toekomst moeten leren. Het brandweerembleem op de brandweerkazerne in Lochem. En bij een alarm komt iedereen zo snel mogelijk naar de kazerne toe en op de meest onmogelijke wijze proberen ze zich een plaatsje te veroveren in de wagen door zo snel mogelijk zich uit te kleden en aan te kleden en in brandweeruniform in de wagen plaats te nemen, dat je bij de eerste uitrukploeg hoort. En ik garandeer u dat daar niemand de jongens voor de benen moet lopen, want dan gebeurt er wel iets anders. En zo rukken ze dan uit. En uiteindelijk blijkt dat het een vals alarm is, gegeven bij iemand die zelf lid is van de brandweer, niet door iemand, maar bij iemand die lid is van de brandweer. En de brandweerman hoort dan in de kazerne dat er bij hem thuis brand is, terwijl hij net van huis komt. De centralist, de man die de verbindingen onderhoudt tussen de kazerne en de uitrukkende ploeg en de ploeg die dus nog in de kazerne zit te wachten. En de filmploeg heeft dus het vals alarm, hebben ze dus toevallig kunnen filmen, maar nu hebben ze een werkelijke brand kunnen filmen, waarbij de uitruk natuurlijk niet is geregistreerd. Bij dit geval van brand was ook een aanrijding van een auto betrokken. En zoals u ziet wordt hier met een reddingsschaar op de meest snelle wijze geprobeerd de mensen uit de auto te verlossen voordat de auto zelf in brand raakt. Het is namelijk met deze reddingsschaar mogelijk om binnen een minuut de mensen uit een auto te bevrijden. En wanneer deze uiteindelijk toch nog in brand vliegt, dan zijn we in staat om deze ook te blussen, maar dan uit de aardezaak door middel van schuim. Alleen stille hoop, en dat is een stil alarm, dat de centralist straks elke brandweerman kan oproepen om te verschijnen voor een brand, voor het blussen van een brand, zonder dat heel Lochem gealarmeerd wordt om achter de brandweerwagen aan te rijden, waardoor de brandweermensen ten sterkste gehinderd worden in de uitoefening van hun hulpverlening.